Het ziet ernaar uit dat er na jaren overleg toch jongerenwoningen op het voormalig parkeerterrein naast poppodium De Vorstin wordt gebouwd. Gaat de raad akkoord, dan komen er geen 21, maar 32 jongerenwoningen. De enige voorwaarde is dat de gemeente akkoord gaat met de eisen van de Rooms-Katholieke Kerk aan de Naardenstraat. Deze eisen houden in dat de gemeente meewerkt aan een ontwikkelingsplan dat projectontwikkelaar Novaform samen met de kerk heeft opgesteld. Als de gemeente akkoord gaat, koopt Novaform grond van de kerk op. Er moet namelijk een deel van deze grond gebruikt worden voor de bouw. De gemeente wil al jaren ongeveer 21 woningen bouwen. Op een later tijdstip wordt dit dan gevolgd door 11 eensgezinswoningen en nog eens 36 appartementen. Er wordt volop gehoor gegeven aan de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep in Studio 20. Er komen veel mensen zowel op de fiets als met de auto. Daarom heeft de gemeente verkeersregelaars en politie ingezet om het verkeer zo soepel en veilig mogelijk te laten doorstromen. Het is dus een behoorlijke klus om de verkeersdrukte goed te laten verlopen. Toch wordt de drukte verspreid en zijn er geen problemen ontstaan. Op 27, 28 en 29 november geeft Larry Crane een workshop Release Technique. Release Technique is een methode om negatieve emoties los te laten en meer geluk, rust en vrijheid in je leven te creëren. De eerste workshop begint om 19:30 in Hotel Lapershoek in Hilversum. Vraag van de week. Vindt u Hilversum goed bereikbaar? Ja, eigenlijk wel. Redelijk. Ja, ik moet altijd alleen maar hier in het Mediapark zijn. En ga je over de A1, afslag. En ja, ben je toch eigenlijk zo? Ja, dat wel. Ja, ik ga ook niet meer met de auto naar Hilversum. Ik pak de trein.